Hey beautiful ladies, deze video maakt deel uit van een 10-delige videoserie The 12 Recipes of Christmas, waarvan het grootste gedeelte clean is. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu, want morgen komt er weer een nieuwe video online en dan mis je die niet. Voor de zoete aardappelfrietjes heb je nodig zoete aardappels, wat olie, paprikapoeder, knoflookpoeder en wat zout. Verwarm de oven voor op 230 graden. Voor de zoete aardappelfrietjes was je de aardappels en dan snij je ze in frietpartjes. Zorg er wel voor dat de partjes ongeveer van dezelfde grootte zijn, want dan zijn ze ook tegelijkertijd gaar in de oven. Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg de frietjes daarop. Zorg ervoor dat ze niet over elkaar heen liggen, maar echt apart van elkaar. Als het allemaal niet in één keer past, dan kan je ze ook in twee keer bakken. Deze frietjes zou ik het liefste op de dag zelf maken. Stop ze in de oven als je begint aan het voorgerecht. Ze duren ongeveer 20 minuten. En dan zijn ze perfect tegen de tijd dat je aan het hoofdgerecht gaat beginnen. Besprenkel ze vervolgens met een olie. Ik heb toevallig olijfolie in huis, maar je kan ook prima kokosolie gebruiken. Doe daarna de paprikapoeder, de knoflookpoeder en het zout overheen. En dan kunnen ze de oven in. Dankjewel voor het kijken. Vind je deze video leuk? Steek dan een duimpje omhoog. En ik zie je morgen weer. Maak je eerst een bal in je hand die niet meer aan je handen plakt. En dan druk je hem plat. Hoe dunner je de burgers maakt, hoe